De Juxen? Om de vluchtelingenstroom te stoppen en ook om de mensen terug de kans te geven, de vluchtelingen die hier zijn, om te kunnen terugkeren, denk ik dat wij voor een militaire interventie moeten gaan, maar wel onder voorwaarden. En voor ons moet er een duidelijk mandaat zijn binnen de internationale context. Er moet ook een strategie zijn. Is dat voor u voldoende duidelijk dat dat er is of niet? Nee, maar daar kunnen we het straks over hebben. Maar er moet een duidelijk mandaat zijn. Er moet ook een strategie zijn voor het post-Assad-tijdperk. En er moet ook een debat zijn in het parlement. Het is een illusie te denken dat we IS gaan kunnen verslaan zonder militair ook een aantal dingen te doen. Maar dat is natuurlijk een onderdeel van een globaal plan, van een plan om in Syrië terug vrede en stabiliteit te bewerkstelligen. Maar en toch hoor ik u niet zeggen, we moeten dan ook in Syrië bombarderen, want daar zitten ze nu eenmaal ook. Ja, maar we hebben in 2014 vanuit het parlement een duidelijk mandaat gekregen, ook van de SPA van meneer Van der Malen. Trouwens, ik wil hier toch opmerken dat de SPA van meneer Van der Malen, naar gelang ze in de oppositie, in de oppositie zitten of in de meerderheid, warm en koud tegelijk blazen. U was in 2005, meneer Van der Malen, Libië zaten in we, Libië paars. Zaten we in de oppositie, hebt u, hebben wij gestemd. Hebt u klopt in 2005 niet, collega, het licht op groen klopt gezet om naar Afghanistan? Dat is het verleden collega. En het mandaat ging over Irak. Nu is de vraag Syrië. Wel, het is duidelijk dat IS vandaag vanuit Syrië wapens levert, vanuit Syrië, ja, duidelijk Irak eigenlijk vandaag een chaos maakt. En dan zeggen wij, kijk, als we de zaken willen aanpakken bij de bron, aan de oorsprong, dan moeten we ook kijken naar de situatie op het terrein in Syrië. Maar nogmaals, we moeten dat doen om de stabiliteit en de vrede in Syrië terug te herstellen. Meneer De Winter? Ja, toch even een opmerking. We hebben geen partner op de grond, zegt meneer Van der Malen. Ja, we hebben die wel, hè. Het Syrisch leger vecht tegen IS. Ja, samen het leger met, van samen met de Russen en een aantal andere landen. Dus wat dat betreft moet u maar eens af van uw aversie ten opzichte van Assad. En we moeten niet alleen in Syrië IS bombarderen. We moeten ook zorgen dat de boycott tegen Syrië ophoudt. Want we hebben een leger dat daar vecht. En al meer dan 100.000 soldaten heeft opgeofferd die gesneuveld zijn om te vechten tegen IS en tegen al-Nusra en tegen nog een aantal andere streng islamitische sectes die daar actief zijn. Dus moeten we nu maar eens duidelijk weten hoe de toekomst verder moet evolueren met of tegen Assad. En ik denk dat Assad een bondgenoot is op dit moment, veel eer dan een vijand. Er zijn genoeg vliegtuigen aanwezig om te bombarderen. Een veel nuttiger bijdrage zou die troepen op de grond die tegen IS gaan vechten, om die te helpen opletten. Dat zou veel nuttiger en veel efficiënter zijn. In de praktijk doen we dat natuurlijk, maar better the enemy you know. Wat willen we? Zijn we beter af met IS? Zijn we beter af met al-Nusra? Ik denk het niet. Ja, met Assad hebben we tenminste iemand die het Westen ondersteunt. Een seculier regime die opkomt voor de scheiding tussen kerk en staat. Die het Westen ondersteunt. Ja. Waar, als ik dat nog even mag zeggen, waar ook christelijke minderheden, 10% van de bevolking, uiteindelijk rechten heeft. Wat niet altijd het geval is bij de bondgenoten die we binnen de coalitie hebben. Meneer Juxel, ik wil toch ook niet voorbij gaan aan de opmerking van meneer De Winter. Wie zijn onze bondgenoten daar? Want het is een wespennest. Hè? Wie moeten we vertrouwen om op de grond echt iets te gaan doen? Wel, eerst misschien reageren op collega Van der Malen. Als je op het terrein, op de grond, iets wilt verwezenlijken, dan denk ik, en u weet dat uiteraard even goed als ik, dan moet u ook vanuit de lucht een aantal zaken doen. Dus als wij gevraagd worden vanuit België om daar iets te doen, dan is dat om een meerwaarde te bieden aan die internationale coalitie, zoals dat we vandaag ook doen in Irak. Twee, de situatie internationaal en politiek is heel ingewikkeld. Vandaag zijn er onderhandelingen bezig over de toekomst van Syrië. En voor ons gaat het vooral over die transitie, politieke transitie. En ik denk dat de hoofdrolspelers vandaag, de Amerikanen en de Russen, zijn met Syrië aan het praten over de toekomst van Syrië. En met de daden en de burgeroorlog in Syrië, denk ik dat we absoluut voor ons en voor de Europese Unie kan er absoluut geen sprake zijn van een rol voor Assad na dit conflict. Dat is duidelijk, dat is evident. Maar op dit ogenblik, voor de overgangsperiode, moeten we natuurlijk ook zien dat we daar Assad mee hebben, hè, om naar een situatie te gaan waarbij we de humanitaire crisis vandaag van die duizenden en duizenden vluchtelingen kunnen oplossen. En nog één zaak, meneer De Winter, uw sympathie voor Assad is natuurlijk ongelooflijk. En dat is uw recht natuurlijk van dat te doen. Maar u verdedigt hier een tiran, een
leider die zijn bevolking op de vlucht jaagt, bombardeert. En u hebt dan toch nog een goede moslim gevonden in de figuur van Assad. Chapeau, zou ik zeggen. Ik verdedig hier niemand. Ik stel alleen maar vast. Ik stel vast dat onder het regime Assad van 1970 tot bij het aanvang van die fameuze Arabische lente, waar u zo'n fan van was, in Libië, in Egypte en nu ook in Syrië, we zien wat er van gekomen is, is er in Syrië een stabiel regime geweest. Ja? Een stabiel regime, een van de enige waar de islam niet de staatsgodsdienst was en is met ook op het vlak van sociale voorzieningen, op het vlak van onderwijs en gezondheidszorg, maar wel van de beste van het Midden-Oosten. Dat hebben we allemaal met de grond gelijk gemaakt. En wat hebt u in de plaats gekregen? IS. Het probleem is niet Assad, het probleem is IS. En die moeten we bestrijden met alle middelen. En de bondgenoten durven op het terrein erkennen. En dat is het leger van Assad. Maar goed, op dit moment is er een staakt het vuren. En er is ook die gesprekken. En volgende week is er ook de missie van de Mustura. Ik denk dat we die onderhandelingen en dat staakt het vuren alle kansen moeten geven. Goed. En de beslissing van de regering moet er vallen voor 1 juli. Ik wil toch wel opmerken. Ja, maar u hebt nog niet geantwoord op de vraag, wie kunnen we daar wel vertrouwen? Maar ik denk dat de internationale gemeenschap en bovendien ook de lokale actoren in de regio, er zijn een aantal landen, ik wil dat toch opmerken, dat we die landen ook mee moeten hebben. Want het kan niet de bedoeling zijn dat het Westen terug in een islamitisch land probeert in te grijpen en de randvoorwaarden om te komen tot een stabiliteit en vrede in Syrië is dat we daar met lokale actoren en met een duidelijk mandaat, internationaal mandaat, gaan opereren. De opslagplaatsen en de plaatsen waar IS-strijders zich schuilhouden, ik denk dat die gegevens bekend zijn en dat we vooral die plaatsen moeten viseren. Het is absoluut niet de bedoeling om burgers... Maar er zijn honderden vliegtuigen nu al aanwezig die allemaal al bombarderen. Je hebt een gebrek aan doelwitten. Ik denk dat het niet de bedoeling is om burgerslachtoffers te maken. Dat doen we ook niet in Irak op dit moment. Dus ik wil daar toch op wijzen. Twee, als het gaat over die vluchtelingen, waarom komen die naar hier? Omdat hun land onveilig is. Die ontvluchten IS. Die ontvluchten Assad en die ontvluchten het regime. Ik denk dat we vooral dat in dit verhaal voor ogen moeten houden. We doen het voor de stabiliteit, voor de veiligheid van de Syriërs, van die duizenden mensen die naar onze contrijen, naar Europa vluchten.